Nou, we zijn in de Nieuwe Banier en bij de Vredesfabriek. Nou, daar zijn jullie al een aantal jaren mee bezig. Ed, kan je nog even kort vertellen wat het is, de Vredesfabriek? Ja, het is eigenlijk geweldig omdat het de kinderen leert concreet bezig te zijn met vrede, met tolerantie, met pestgedrag. Je moet je voorstellen, het is net hetzelfde als echte fabriek. Kinderen krijgen een bouwhelm op en ze moeten eigenlijk sleutelen aan allerlei machines en zo. En als ze bijvoorbeeld een opinie invoeren, dan zien ze ook via de machine wat de gevolgen zijn op de lange termijn. Dat is toch wel erg leuk. Ze laten ook combinaties zien tussen oorlog en niet luisteren naar elkaar. En concreet pestgedrag op school. Hè. Want wat zich tijdens de oorlog voordeed, dat doet zich eigenlijk op kleinere schaal in scholen en in klassen voort. Hè. Het doet de kinderen nadenken, dat is wel leuk. Ik vind het wel goed. En het zijn leuke onderdelen. Want wat ga je hier nou precies leren? Je gaat leren wat je met het vrijheid vergroot en verkleint en wat je allemaal kan leren van het vrijheid, wat allemaal inhoudt en zo. Nou, ik sta met Dalida, de leerkracht van groep 8 van de Hildegardis. We zijn hier in de Vredesfabriek. Wat vind je van dat initiatief? Leuk. Ik heb het is de eerste keer dat ik er kennis mee maak. En ik heb het boekje waar de informatie in stond wat vluchtig doorgekeken. En ik vind dat het eigenlijk een mooie aansluiting is op projecten die we ook binnen de school doen. En ook de methode voor sociale vorming, daar sluit die mooi op aan. Wat doen jullie binnen de school zelf al aan vrede? Ja. Wij zijn een vreedzame school en dat is een bepaalde methode. Die loopt gewoon schoolbreed door de school heen. En dan leren kinderen dus controle krijgen over hun gedrag. Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn dingen die je niet doet? Waar liggen de grenzen? Nou, dat... Dat krijgen ze dus allemaal en daar ben je wekelijks mee bezig. En iedere keer zijn het weer andere onderwerpen. De groene leugentjes volgen, jongens. Wie zijn jullie? Ibrahim. Saïda. Oké, waar zijn jullie nu mee bezig? Of je de rijkste bent, of de macht van de rijkste, of je macht van de slimste. We zeuren en is de hoort dat bij de macht van de slimste of bij de macht van de rijkste? Iemand omkopen is de macht van de slimste. Oké. En dan moet je zelf aangrijzen op je kaartje. En dan moet je er zo erin. Als je zo doet, gaan ze naar beneden vallen. En wat leer je daar nou van deze vredesfabriek? Kunnen jullie dat misschien vertellen? Wat vrede is, wat je allemaal doet met als je vredig bent. Of als je slim bent, als je macht hebt en slim bent, kan je kijken wat je kan doen als je slim bent. Dan kan je iemand omkopen. Vinden jullie het belangrijk om hier bezig te zijn? Ja. Waarom? Dan weet je ook hoe moeilijk het is om vrede te maken bij oorlogen. Dan denk je, het is makkelijk om vrede te maken, maar dat is dan niet zo. Waarom is dat niet zo? Ja, omdat als ze oorlog is, hebben ze het niet zomaar oorlog, want dan is het wel iets ergs. Ja. En dan zagen we net in het filmpje dat het gaat natuurlijk ook over pesten en zo. Is dat ook een soort oorlog, pesten? Ja. Want kinderen kunnen verdrietig worden. Ik ben Mohamed. En wat ben jij nu aan het doen? We zitten over vrijheid te doen en... Over oorlog, pesters en zo. Dat het onbeschoft is om mensen te pesten en over homoseksuele dingen. Moet je gewoon laten, zijn jouw zaken niet. En zo. Ja, en nu zitten we te leren van opdrachten. Of je ermee eens en zo bent. Kan je een voorbeeld geven? Wat heb je nou bijvoorbeeld iets moeten doen hier? We gingen bij zo'n pad. Dan moest je schrijven wie je hebt gepest en zo. Dus ik had zo'n meisje vroeger gepest, een Chinese. Dus daar heb ik spijt van dat ik het deed. Ze ging vaak huilen en zo. Maar nu doe ik het ook niet meer. Kinderen zijn natuurlijk de hele dag op school. En als ze 8 uur bezig zijn met bepaald gedrag, dan werkt dat op een gegeven moment ook door buiten. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling.
Maar daar is natuurlijk tijd voor nodig, hè? Want ze moeten het gedrag zich eigen maken. Ja, als het je eigen gedrag is, dan doe je dat buiten ook. Dus in de loop van de tijd moet dat zich gaan ontwikkelen. En moet het voor ons duidelijk worden hoe groot het effect is. Ja.